Letitia Griffiths, was in 2004 het talent van het jaar in het parlement. Nu staat u voor de keus, want u moet woensdag vertellen of u doorgaat in de Tweede Kamer. Wat is hierop uw antwoord? Word ik ten huwelijk gevraagd? Ja. ik ga niet door. Ik ben niet herkiesbaar voor de kandidatenlijst. En waarom is dat? Ik had eigenlijk de beslissing of ik wel of niet door zou gaan over een jaar willen nemen. Maar het kabinet is eerder gevallen. Ik kijk even naar André Rauwvoet. En was het echt vervroegd een beslissing nemen. En ik heb zelf goed gedacht dat als je weer ja zegt, dan moet je ook 4 jaar lang in de politiek zitten. Mm-hmm. Je kan niet, vind ik, volgens mijn principe, na 2 jaar of na 1 jaar zeggen, ik stap eruit, kiezers bedankt, maar ik ga iets anders doen. Ik heb voor mezelf dus de keuze moeten maken of ik weer 4 jaar lang in de politiek zou zitten. En of ik daardoor ook die spanning en energie zou kunnen opbrengen. En ik zie toch mijn leven op dit moment in verschillende blokken. En één grote blok is dat ik bijna 10 jaar voor justitie heb gewerkt. Heel veel justitiezaken heb gedaan. En ook voor het Openbaar Ministerie heb gewerkt. Ook heel veel met de politie te maken heb gehad. En dat was een heel mooi afgerond, afgesloten blok. Mijn tweede blok is de politiek in de Tweede Kamer. Waarbij ik een overstap heb gemaakt tussendoor naar Amsterdam als wethouder, als bestuurder. Een prachtige ervaring. Ik heb mijn eerste jaar in de politiek gezeten in de coalitie. Dus heb echt kunnen meemaken hoe dat is om eigenlijk te horen bij degenen die echt bepalen wat er in het land moet gebeuren. Mijn tweede periode heb ik in de oppositie gezeten. Dus dan weet je ook wel van hoe verandert het spectrum. Als je kijkt naar allerlei maatschappelijke groepen. Hoe komen ze op je af? Hoe gedragen ze zich? En wat verandert er eigenlijk dan in de politiek? En ik had zoiets van ja, nog eens 4 jaar, een derde periode. Ik had echt het gevoel van, ik denk niet dat ik daar nog meer spanning uit zou kunnen halen. En dat ik toch gedaan had wat ik had moeten doen. Wat zei Mark Rutte toen u hem dat vertelde? Dat was schrikken. En slikken. Slikken? Ja. En bood hij u nog wat aan? Hoezo? Nou ja, ik kan zeggen, ik zet je lekker hoog op de lijst. Of als we gaan regeren, word je sowieso minister. Nee. Er is niet gepraat over plek op de lijst. Daar was het gesprek niet voor. Het gesprek was dat je aan moest geven of je wel of niet beschikbaar was voor de lijst. En vervolgens was de vraag van, verkiezingsprogramma zit eraan te komen. Hoe zal de koers zijn als het gaat om veiligheid, politie met name op mijn onderwerpen. Maar Mark zegt, Letitia, dit is het moment dat we kunnen gaan regeren. We gaan hartstikke goed in de peilingen. En dan wil ik straks een minister hebben en dan zeg jij nee. Nee, kijk, daar gaat het niet om. Het gaat er eerst om. Dat was nou net wat u nog niet gedaan had. Maar ik ben wel bestuurder geweest in Amsterdam. Ja, maar dat kijk, was ook niet. Laten we nou niet over de grote successen meteen gaan praten. Ja. Nee, maar kijk, ik vind het moet een zelfstandige afweging zijn. Ja. Als je in de politiek zit, vind ik het ook nog een tweerichtingsverkeer. Het gaat er niet alleen maar om wat je kan doen voor het land, hè, voor de VVD. Maar het betekent ook wel wat je zelf wil. Dus het moet van twee kanten komen. Eén, wat Mark Rutte van mij vraagt, of ik verder wil. Samen met Ivo Opstelten heeft het de vraag gesteld. Maar ik moet zelf ook bij mezelf te raden gaan of ik het ook nog wil doen. Het moet van twee kanten komen. Je wilt niet meer. Ik vind dat ik eigenlijk nu met die 7 jaar in de Kamer mijn politieke loopbaan zoveel mooie dingen heb gedaan. Zoveel mooie kansen van de VVD heb gekregen. Dat ik die ook op een hele mooie manier heb benut. En het politieke bedrijf van alle kanten heb bekeken. Bijna alle kanten. Bijna alle kanten. Dat ik denk dat 4 jaar extra daar niet zoveel meer aan zou kunnen toevoegen. Ook niet als u gevraagd wordt om staatssecretaris of minister te worden? Ook als ik gevraagd word om minister te worden of staatssecretaris, zeg ik nee. Ja. Kiest u voor uw gezinsleven? Nee. Erg aan focus dat tegenwoordig. Dat heeft absoluut niet door mijn hoofd gespeeld of wat dan ook. Ik voel zelf en vind dat ik toe ben aan een volgende stap en aan een volgende uitdaging. Maar een volgende stap en een volgende uitdaging zou kunnen zijn minister of staatssecretaris worden, want dat heeft u nog niet gedaan. Als een meisje nee zegt, bedoelt ze. Zal ik jullie vertellen dat het precies zo ging? Het ook tussen Mark Rutte en na heel lang praten. Volgens mij kunnen we haar niet meer overtuigen. U bent
van donkere afkomst. U bent intelligent, u bent een vrouw. U bent dus voor de VVD van het allergrootste belang. U bent politiek talent. U kunt goed omgaan met de media. Dus wat is er fout gegaan? Waarom heeft u dat politieke bedrijf niet omarmd om er nooit meer uit weg te gaan? Ik heb het omarmd, ja, maar wel om er uit weg te gaan. Dat was juist niet de bedoeling van de VVD. Ja, maar kijk, er zijn mensen die zeggen, ik wil mijn hele leven presentator zijn en blijven. Gaan we die kant op. En er zijn mensen die zeggen, goh, als ik naar mijn leven kijk, ik heb dat gedaan. Nou, dat ging ook voortreffelijk. Ja. Werken bij een departement, werken bij het openbaar ministerie. Die opzomming heeft gemaakt. Ja, en ik heb nu het politieke bedrijf van allerlei kanten bekeken. Ik gaf net aan, en coalitie, gaat u het bedrijfsleven oppositie. In. Wat dan wel? Nee. Burgemeester van Amsterdam. Is nee, dat ook wat? Niet. Want nee? Ik wil ook niet het bestuurlijke doen. Dus maar niet een commissaris van de koningin, niet een burgemeester en wat niet wel? Een minister. Dat vind ik de grote vraag. Ja, maar daar heb je nog aan die tijd over na kunnen denken. Nee, want ik had gehoopt dat ik nog een jaar zou hebben. Maar ja, dankzij dit kabinet is het allemaal vervroegd. En moet ik een jaar eerder gaan nadenken. Jarenlang roepen jullie, wanneer ga je nou eens vallen? En dan vallen is het weer niet goed. Het kwam heel snel. Maar mevrouw Krevers, nog één vondststelling die je wel hoort hier en daar. Ik herhaal, u was het politieke talent van de VVD. Toen heeft u een misstap gemaakt. U bent naar Amsterdam gegaan. U was in Den Haag was u een vedette, in Amsterdam niet meer zo. U bent toen weer teruggegaan naar Den Haag. Maar die verschrikkelijk goede post voor u, namelijk justitiewoordvoerder, was toen door iemand anders in beslag genomen, namelijk door de heer Fred Teven. En toen bent u een beetje, op het tweede plan geraakt. Jammer, en daar houdt u niet van. En dat is terecht. U moet terug naar het eerste plan. Nee, dat is niet waar. Eén, mijn overstap naar Amsterdam is geen misstap. Ik heb ontzettend veel geleerd. En dan kan ik u uitleggen wat het is. Ik ben wethouder Financiën en Economische Zaken gedaan. Mm-hmm. Daardoor ben ik enorm verbreed. Ik heb heel veel te maken gehad in Amsterdam met ondernemers, met hotelwezen. Ik heb geleerd hoe belangrijk arbeid, economie is voor een stad om op gang te komen. Ja, u kunt het bagatelliseren. Als u mij laat uitpraten, dan kan ik u uitleggen wat voor toegevoegde waarde het wethouderschap voor mij heeft gehad. Ja, maar de bedoeling van het wethouderschap is dat het toegevoegde waarde voor de mensen heeft in de stad. Ja, maar ook voor mij. En als u, denk ik, de mensen in Amsterdam zou vragen, dan zouden ze u ook zeggen dat het voor hun een toegevoegde waarde heeft gehad. Dat hoor ik nog steeds. Nou, was vervolgens mag ik nog even mijn verhaal afmaken. Ja. Vervolgens, juist omdat ik verbreed ben door economie en financiën, ben ik teruggegaan naar de Tweede Kamer en heb ik expliciet aangegeven, ik wil niet meer justitie doen. Omdat als je eenmaal geleerd hebt om los te laten, dus niet alleen maar presentator zijn, maar je kan ook andere dingen, je merkt dat je veel meer kan. Dan durf je ook andere dingen te doen. En ik heb heel expliciet gezegd, ik wil niet meer justitie doen. Ik zou graag willen weten hoe de politie beheersmatig in elkaar zit en wat daar allemaal gebeurt. En dat heb ik ook gedaan en dat heb ik ook gekregen. Ja. Maar het kan ook zijn dat u misschien niet zo goed was als wethouder en dat u daarna als lijsttrekker ook de verkiezingen verloor voor de VVD. Verlies is toch verlies, of niet? Dus één zetel. En daarna terug naar Den Haag en u was zo goed bij justitie en daar zat opeens iemand anders. Nee, want het werkt zo. Fred Teven die kwam natuurlijk, want jullie noemden de naam net al, die kwam samen met mij weer de tweede periode in de Kamer. Maar dan mogen alle Kamerleden aangeven welke portefeuille ze wilden hebben. Ja. En ik heb zelf aangegeven niet meer justitie, omdat ik mij wil verbreden. Maar ik zou graag een ander onderwerp willen doen. Ja, dat was misschien niet zo verstandig. Voor mij is het een toegevoegde waarde geweest. Ik begrijp dat u heeft zich verbreed. Ik begrijp dat u mij graag in de uitzending had willen hebben. Maar met, nu willen we weten justitie. Wat u gaat doen. Want u kan natuurlijk niet te lang op dat wachtgeld gaan zitten. Nee, dat is ook niet de bedoeling, nee. Maar ik ben tot 9 juni... U zegt geen wachtgeld. Dat heb je gewoon, dat krijg je gewoon. Maar tot 9 juni ben ik gewoon Kamerlid. Ja. Ik hoop dat ik in die maanden tussen nu 9 juli en misschien ook daarna goed kan nadenken over wat de volgende grote stap zou moeten zijn. Ja. Ik grijp niet zomaar alles aan. Misschien dat ik jullie kom helpen, dat kan natuurlijk ook. Ik kan ook alle kanten op. Wat zijn uw talenten? Daag mij uit. Ja, ik sta open voor veel. U staat niet open alles, voor veel. Maar veel. Niet alles. Jelle Brandt-Kossen. Wordt het niet tijd voor jullie dan om op te kijken van zou ik niet meer kunnen talkshow doen? Talkshow misschien. Ja. Alles kan. Ik sta ervoor open. Goed. Talentvol, toch?